Het maken van dit kilohart gaat iets anders in zijn werk. Alle ingrediënten worden allemaal tegelijk in die ketel gedaan. En dat doet ongeveer een kwartiertje verhit worden. Het enige wat er nu nog bij gedaan wordt, is citroenzuur en smaakstoffen. En dit gaat ook weer de rollerbaan in. Wat ga je nou doen? We gaan een mol maken, we gaan plat persen. Oh ja. Oh, die is mooi. Nou, papiertje eromheen. Klaar voor de kermis.